Welkom bij Spakenburg Nu. Vandaag hebben wij de volgende onderwerpen voor u. 30 jaar Oranje Vereniging. Muscatlon Open Doors. Open dag Sprank. Mooi schoon. Hoe houdt iemand het vol om 30 jaar lang bestuurslid van de Oranje Vereniging te zijn? Hoe kom je ertoe om daaraan mee te gaan werken? Wat doet een Oranje Vereniging allemaal? Deze en andere vragen stelden wij aan Tijmen de Jong, want hij is echt 30 jaar lang bestuurslid geweest. Tijmen de Jong, 30 jaar heb je bij de Oranje Vereniging gezeten. Hoe is het allemaal begonnen? Nou, het is begonnen. Ik ben in 1989 gevraagd door Henk de Kepper. Toen was dat Juliana. En dan ben ik in 90 in het bestuur gekomen. En toen heb ik eerst normaal in het bestuur gezeten. Toen ben ik in 2004 tweede penningmeester geworden. Toen is ook de samen zijn gebeurd. Samenwerking, ja. Samenwerking met Wilhelmina. En ja, en je bleef maar. Je bleef maar inderdaad. Tot ik en dan, ja. Ik zou eigenlijk gestopt hebben met 25 jaar. Waarom? Nou, toen ik ziek was dan, en toen vroeg Gijs aan me van, een moment even. Je bent thuis en je kunt zo'n hoop doen voor ons. Je werkt niet meer. Of je werkt, ik moet even zeggen, je werkt niet meer. Oh, je werkt niet meer. Bij. Dus je doet zoveel voor ons. Overdag kun je een hoop doen. Je bent enig bestuurder die dus overdag thuis is. Ja, er is een ander in jouw handen graf. Maar. En misschien was het ook wel afleiding tijdens je ziekte. Jawel, jawel. Dan zei hij ook van, we kijken het even af. Nou ja, het is goed gekomen, al die toestemming eromheen. Dus toen dacht ik, nou ja, noem maar 5 jaar later, het is nog 30 jaar. Dus, en toen hoor je dan vorig jaar dat Gijs zelf stond. Gijs was uiteindelijk mijn hele grote maat, als voorzitter. Is het voor je moeilijk dat Gijs stopte? Ja. Jawel, die zat hier vorig jaar weer te vertellen in Bankie, apart, tegen mij en ook Lange van de Roep. Ik ben aan wat anders toe. Vier had ik dus al, ja, ik hoort heel veel in dat dorp hier. Dus vier had ik al een beetje gehoord dat hij dus bij zijn meer was in dat evenement gebeuren. Maar dat was voor jullie een klap. Ja. Gijs deed heel veel als voorzitter. En wat je net zei ook, wij nieuwe bestuurders zoeken, deden we altijd samen. We gingen 3 keer om naar de mensen toe, een praatje maken. Als je nieuwe bestuursleden vroeg, dan ging je 3 gesprekken doen? Gingen we 3 gesprekken doen. Dus gewoon 2 keer apart en 1 keer met de vrouw erbij. Want dan kostte de mensen er eens al praten van, hè? Ja. Maar ja, op het laatste moment haakte toch heel veel kandidaten af. We hadden op het begin eens 2 vrouwen, hier in, bij de Maankerk in de buurt. En dat was zo goed geregeld, dat we zo ver waren, dat op een gegeven moment 1 vrouw zei, ja, ik heb een ziek kind, ik durf het niet aan. En toen zei die vriendin dat ook. Ach. Ik durf het niet aan. Ik doe het ook niet aan. Dat was een teleurstelling. Ja, want als je dus vrouwen zoekt, dan moet je 2 vrouwen hebben. Maar niet 1. Want? Ze moeten gewoon kameraden bij elkaar zijn. Ja. En ook al vergaderingen. Anders kunnen ze niet tegen al die mannen op. Nou, dat wil ik niet zeggen. Vrouwen zijn natuurlijk wel iets pinter dan mannen, zei ik altijd aan wel. Is dat zo? Ja, dat is wel zo. Ongelukkig iemand ook, die het ook, echt... Ook in besturen wel hoor. Gelukkig die vrouw iemand die het echt toegeeft, ja. Die je kent. Dus ja. Je bleef? Ik bleef en ik had een gigantisch goed bestuur om ons heen. We mochten elkaar allemaal en ruzie hebben we nog gehad. Geen ruzie?
Hoe doe je dat met een groot bestuur? Ja, dat je met elkaar allemaal één bent. Ja? Ja, en is er een geheim bij een oranje vereniging? Waarom is er bij een oranje vereniging nooit ruzie? Nee, er is nog geen ruzie. Geven en nemen moet je. Ja? En misschien is het ook wel een geheim dat het een feestbestuur is. Ja. 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 Hè? Ja. Want dat is wel heel mooi. Dan is het altijd, gaat het altijd om feestelijkheden. Ja, dat is het punt namelijk. Maar kun jij nou uitleggen wat er nou zo leuk is aan het bestuur zijn, bestuurslid zijn van een oranje vereniging? Nou, de vergaderingen zijn heel leuk. Ja? Met elkaar. Heel gezellig. Ja. Dat is... En na de vergadering, ja, dan nemen we... We hebben een stelregel van twee consumpties. Meer niet. Maar daar kijk je wel een beetje naar uit. Gezellig even, teambuilding. Jawel, jawel. Ja, ja, jawel. Helemaal leuk. Ja. Maar zo'n... Koninginnedag was het altijd, hè? Ja. Dat heb je jarenlang meegemaakt, nu Koningsdag. Hoe is dat voor je? Want je kunt niet met je vrouw samen. En... Nee, dat klopt. Hoe werkt dat dan? Ja, maar dat hebben we ook voor 30 jaar terug gekregen overleg met. Als ik in het bestuur kom, dan ben ik niet meer bij jou die dag. Nee, dat is best heftig. Maar ja, en wij hadden kinderen die dus niet zo jong zijn. Die waren niet zo jong, hè. Ja, want de kinderen waren 13 en 16 jaar of zo, zoiets. Ja, de jongste was 4. Hè? De jongste was 4. De jongste was 4, ja. Dus dat was nog een kleintje. Oh, dat was Dirk, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja. Oh nee, ik zit in de andere drie te rekenen. Die andere drie ik te rekenen, ja. Maar in ieder geval, ja, hoor eens, het is... mevrouw stond erachter. Ja. Nou... En dat moet ook, dus, denk ik. Ik denk dat het wel het geheim is, hè? Jawel, ja. Maar hoe werkt dat dan? Hoe ziet zo'n koninginnedag eruit? Ben je al vroeg bezig? Hoe gaat dat? Ik sta op om 7:30. Dat valt nog mee. En dan ga ik een vlag uithangen. En dan ga ik... dan heb ik hier de talent, de school, heb ik als muziekvereniging. Dan ben ik dan om 8:30, 9:15. En om 9:00 starten we naar het Kolenplein. Dan wandel je mee? Dan wandel ik mee. De laatste jaren fiets ik mee, want ik kan niet meer zoveel lopen. Zo ver lopen. Nou, dat gedoe. En nou ja, dan ben we bij Kolenplein en dan komt de rest ook allemaal met elkaar daarom. En dan is de baan afgelopen en dan gaan we naar het gemeentehuis. Maar toch altijd weer, ik zit het me zo in te denken, altijd weer feest, hè? Ja. Als je dat al die muziek hoort en al die korpsen komen eraan met die kinderen. Ja. Ja. Geniet je daarvan? Ja, daar geniet ik van. Ik organiseer het zelf namelijk dat korps, hè? Oké. Okay. De muziekkorpsen worden oud-baden. Best wel moeilijk soms, denk ik. Dat is heel moeilijk, want iedereen is bezet. Ja. En als er dan één uitvalt, net als voor een jaar of 50 toen viel Showband Orion uit Amersfoort. Die stopte ermee en dan moet je een andere muziekkorps opzoeken. Nou jongen, dat was wat. Maar ja, op een gegeven moment kom je eruit. Net als vorig jaar hadden we een muziekkorps uit Leimuiden gedaan. Die Leimuiden stopte met Koningsdag. Dus Peter van Skops, Poort, die kwam daarachter. En die ging een mailtje schrijven. Nou, en die hebben we vorig jaar gehad. Nogal een abrupt einde, maar het gehele interview wordt donderdag uitgezonden. Kom, kijk en ontdek de zorg van Stichting Sprank. Op zaterdag 21 maart zijn in Bunschoten de woonlocaties Stavoren en Urk open voor publiek. In deze locaties biedt Sprank zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Belangstellenden zijn op 21 maart welkom tussen 1 en 4 uur aan op de ree 252A en 302A. Bewoners en begeleiders leiden bezoekers rond en kunnen informatie geven over het zorgaanbod, vrijwilligerswerk, stage of het werken in de zorg. Ook buurtbewoners die kennis willen maken zijn van harte welkom. Sprank biedt mensen met een verstandelijke beperking ruimte om te wonen, te werken, te ontspannen en zichzelf te ontwikkelen in een christelijke woon- en leefomgeving.
Meer informatie? www.stichtingsprank.nl. Vol enthousiasme begonnen ze vorig jaar met de voorbereidingen voor een muskathlon in Zuid-Korea om het werk van Open Doors te steunen en te promoten. Ik heb het over Peter Anne en Nicole Blokhuis. Hoe is de situatie nu? Ze zijn hier in de studio. Peter Anne en Nicole, fijn dat jullie hier konden zijn, want ik ben heel benieuwd hoe de situatie nu is. Nicole, begin jij eens. We hebben afgelopen vrijdag bericht gekregen, definitief, dat het niet doorgaat in april, wat we zouden gaan dus. We waren er al wel wat op voorbereid, want we hadden die maandag ervoor een ontmoeting met elkaar. Toen was er al gelegenheid om vragen te stellen en ze hebben ons wel een beetje ingelicht over hoe de situatie daar was. Dus we dachten al van nou, het hangt aan een zijden draadje, dus dan ben je toch de hele week in afwachting, allemaal scenario's bedenk je. Wel niet, maar dus een vrijdag hoorden we dat definitief in ieder geval in april niet door kan gaan. En hoe voelde je je toen? Wel even balen. Ja, dat kan toch iedereen begrijpen. Ja, ja, want hoeveel hebben jullie wel getraind? Nou ja, we zijn al vanaf september 2018 bezig met hele ons project voor de christenvervolging in Noord-Korea. Ja, leg misschien eventjes uit wat het project is precies. Nou, wij hebben dus een goed doel is op ons pad gekomen voor Open Doors. En Open Doors is actief in Noord-Korea. In Noord-Korea zijn heel veel christenen die vervolgd worden omdat ze in de Heer Jezus geloven. Die mensen er zijn heel veel vluchtelingen die vluchten naar Zuid-Korea, dus die mensen moeten daar opgevangen worden. Ik hoef niet uit te leggen wat een mens allemaal nodig heeft qua onderhoud, dus daar is veel geld voor nodig. Maar er worden ook het land Noord-Korea, door medewerkers van Open Doors, worden er goederen, spullen, bijbels, eten, medicijnen worden het land ingesmokkeld, ook voor gevaar voor eigen leven. Maar daar is allemaal geld voor nodig. En dat is niet alleen in Noord-Korea, maar wereldwijd. Want wereldwijd groeit het probleem dat de christenen vervolgd worden. Ja, ja, en helaas staat Noord-Korea altijd op nummer 1. Ja. Tenminste al heel lang. Ja. Dat is heel erg. Het heeft voor jou een bijzondere betekenis, hè, Nicole? Ja, ja. Want? Ik ben dus geboren in Zuid-Korea. En met dit land dacht ik, nou, dat vind ik gewoon mooi om me daarvoor in te gaan zetten. Heb je er nog echt iets mee? Nee, ik heb er niks mee. Nee, helemaal niks? Nee. Ook dus geen roots die je voelt trekken? Nee. Je bent echt een Nederlander. Dus het was meer het feit dat ik dacht van, nou, ik kan me nu vanuit hier inzetten voor de mensen daar. Dat voelt dan wel zo, maar niet dat ik de intentie had van, oh, ik ga daar helemaal alles uitspitten of zo. Dat niet. Nee. Nee. Coronavirus, hoe zit het dan in Zuid-Korea? Is het daar zo erg? Ja, ja. Na China was Zuid-Korea het tweede land waar de virus om zich heen greep. Het hele openbare leven ligt daar stil. Nou, de Vier Musketier, dat is de organisatie waar we dus mee reizen en die muskathlon wilden gaan doen daar, die heeft besloten om het te cancelen. En dat komt omdat het gebied waar wij naartoe gaan is op dit moment niet toegankelijk. Er zijn medewerkers, dus Zuid-Koreaanse medewerkers, die moeten helpen met het opzetten van die muskathlon. Die zijn niet bereid om te helpen. We gaan daar ook niet alleen om een muskathlon te rennen, dus die marathon die we daar rennen, maar we hebben daar 9 dagen lang hebben we daar een dagprogramma, elke dag. Maar ja, we kunnen geen kerk bezoeken, we kunnen niemand ontmoeten. Ja, je hebt er eigenlijk op dit moment niks te zoeken daar, er is niks voor ons. Nee, en eigenlijk is het veel beter dat het afgelast is, hè? Alleen het is een enorme teleurstelling natuurlijk. Ja. Maar je zegt nu nog niet. Nee, we hopen eigenlijk dat het verzet wordt. Ja. Ja. Dat zouden we dan eventueel vrijdag horen. Dan komen we bij elkaar. Het is ook wel fijn om elkaar weer eventjes te zien met de groep met wie we zouden gaan. Hoe groot is de groep? Het zijn volgens mij 25 deelnemers. En dan nog sportarts en begeleiding wat meegaat. Ja. Wat gaat er allemaal nog mee? Ja, de medici en begeleiders. Ja, dat is heel mooi, ja. En jullie zijn inmiddels zover dat je die afstand is 40? 42. 42 kilometer, ja. Dat jullie die rennen? Nou ja, dat is het. Want we zitten nu qua trainingskilometers op de 30 kilometer. Dat kunnen we rennen. Meestal train je tot 33, 34 kilometer. Dus ja, we zijn er eigenlijk. Moet je dan op je tandvlees. Ja, ja, nou, wij zijn, Nicole en ik zijn al 1,5 jaar bezig met het met dit hele project.
En het voelt eigenlijk zo dat wij al anderhalf jaar een marathon aan het rennen zijn. En vlak voor de finish worden we getackled. Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen, ja. Maar wij zijn wel nu zover van, afgelopen weekend was het balen voor ons. En dat mag ook, hè. Maar dan komt toch wel je nuchtere verstand. En dan ga je toch denken van, ja jongens, dit zijn ergere dingen op de wereld. En uiteindelijk moeten wij het doel niet voor ogen verliezen. Want ons doel was Open Doors en voor de vervolgde kerk, de vervolgde christenen in Noord-Korea. En daar hebben we heel veel gebed, heel veel aandacht aan mogen geven. Mensen zijn er nu bekend mee. We hebben echt een mega bedrag aan geld opgehaald. Kun je het noemen? Bijna 32.000 euro. Ja, geweldig. Ja. Nou ja, en dat komt op het goede plekje. Laten we dat de boventoon laten voeren. Dat is gewoon het belangrijkste, dat is gerealiseerd. En dat wij daar een marathon gaan rennen, dat jammer voor ons dan dat het niet doorgaat, maar ik vind dat het niet het belangrijkste is. Iemand die schreef mij waar God een venster sluit, opent hij een deur. Nou ja, Open Doors. Dus ja, dat is heel mooi, ja. Vind ik wel een mooi woordgrapje dan. Nou ja, dan zullen we het daarop houden. Ja. Er komt vast nog een mogelijkheid en dat geld komt zeker op de goede plaats. Ja, dat is hou ons op de hoogte. Nou, dat is wel wat ik wel even wil zeggen, want die vraag heb ik ook gehad. Maar zijn jullie dan al het geld kwijt? Nee, dat geld zat al veilig op de rekening van Open Doors. En wij gaan ook gewoon door met het geld inzamelen. Dus er mag gewoon bij en het geld dat is veilig op de rekening van Open Doors en dat wordt goed besteed. Misschien is een poosje langer dan nog wel veel meer geld. Nou ja, dan gaan we voor de 40. Om het positief af te sluiten. Oh ja, 42, dat vind ik een goede, Nicole. 42 kilometer. 42. Ja. En dat komt vast goed. Hou ons op de hoogte nogmaals. En teleurstellingen zijn jullie al een beetje te boven. Ik hoop dat het goed komt. Ja. Dank jullie wel. Graag gedaan. Ook bedankt. Wilt u meedoen aan de actie Mooi Schoon? Dat kan nog. ROVA voert elk voorjaar samen met de gemeenten campagne voor de voorjaarsschoonmaak van straten en buurten. Dat zal dit jaar op 21 maart zijn. Heel Nederland, en natuurlijk ook het als schoon bekendstaande Bunschoten Spakenburg, houdt dan een grote voorjaarsschoonmaak van straten, pleinen en buurten. Doe ook mee. Zo gaan we met een lekker schoon dorp het voorjaar in. Trommel buren, vrienden, familie op en maak een actie aan via de website. Voor alle deelnemers staat na afloop als dank een portie kibbeling klaar. Dit was weer Spakenburg Nu. Zaterdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Heeft u nieuwtjes of actualiteiten te melden? Hebt u leuke, horizontale foto's of filmpjes gemaakt die u aan een groter publiek wilt laten zien? E-mail dan naar kabelkrant@omroepspakenburg.nl. Wij wensen u nog een heel fijne dag.